Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. The truth. Yo boys and girls en welkom bij alweer een nieuwe FIFA video. Het is de derde FIFA video of zo dat ik op de MacBook edit, de derde vierde zelfs. Ik denk dat zelfs de vierde FIFA video is dat ik op de MacBook edit. En ja, we hebben een heel leuk team gebouwd en ja, ik ga sowieso mijn team update geven aan jullie. En ja, let's go. Ik heb een hele leuke speler zo lang vandaag gelokt en ja, het was echt wel, het is echt een goated player. Ik zou zeggen dat dat zelfs bij mij endgame player is. Dus ik heb er al heel wat mee gespeeld met de endgame player. En ja, het is wel een end of an era, dus ja, let's go. Jullie weten misschien wel van wie dat ik praat. Ja, ik heb echt die speler, ik wou die speler graag, dus ik heb die speler in mijn team gezet. Dus ja, we gaan een keertje kijken naar mijn team. Oké, boys and girls. Laten we elkaar naartoe zetten. Dit is het team dat ik heb klaargezet. Ederson, footballers, nog altijd. Emerson, later, dat zou eens... Ofwel Emerson Real, Food Birthday, samen met Nemanja Vidic, Prime Icon. Winterwaldkaart, Rafael Varane. João Pedro, Cavaccio, Cancelo, ofwel João Cancelo, team was hier honorable mentions. Rechts meer is een nieuwe speler die dat ik in mijn team heb gezet. Endo Veneda, Mesut Özil. 4-ster, 5-ster. Echt wel een goede kaart. Spijtig genoeg is hij niet te goed te linken, maar hebben die wel op 1 chemistrypunt kunnen linken. Dus die heeft 5 matchen al gespeeld, 24 goals en 4 assists. Echt wel een goede kaart. En deze bedoel ik dus dat endgame kaart is. Ja. Dan Roy Keane, Trophy Titans icon. 11 matchen gespeeld, 1 goal en 7 assists. Dit is ook een endgame icon. No matter what, dit is een endgame icon. Samen met Food Birthday Veron. Ook een endgame icon, zoals ik naar mijn mening. Dan op links midden staat John Barnes Prime Icon. 4-ster, 32 gespeelde wedstrijden. 21 goals en 53 assists. Echt wel een goede rot op links-mid. Dan op rechts-striker, rechts-spits, heb ik Baby Icon of Base Icon. Eric Cantona. 185 gespeelde wedstrijden, 421 gescoorde doelpunten en 393 assists. Echt ook wel een goede rot in de spits. En dan, ja, de vorige FIFA video hebben jullie gezien dat ik de Trophy Titans icon Miroslav Klose heb gepakt. Sindsdien heeft hij al 8 potjes gespeeld, 45 goals en 5 assists. Echt wel een goede icon. Ik heb mee een Division Rivals potje gedaan en heeft hij 3 goals gescoord. Dan op de reservebank zit mid-icon Risto Stoichkov. Die moet ik nog eens zien te linken. Misschien dat ik die in plaats van Barnes kan zetten. Gianluca Zambrotta, base-icon, staat op de dubbelbank. Die heeft 230... Stoichkov heeft 148 gespeelde wedstrijden. Helden heeft 2 goals en 107 assists. En Gianluca Zambrotta heeft 213 gespeelde wedstrijden, 156 goals en 61 assists en 2 gele kaarten. Dan Trophy Titans icon Leen speler, Zinedine Zidane. Dan Mario González Gutierrez, team of the week of Mario González van de OHL. Dan footballers Luis Diaz, Hernan Crespo, World Cup icon. 24 gespeelde wedstrijden, 206 goals en 45 assists. Dan een goaltrainer Karim Benzema. Zit ook op de bank. 1 match gespeeld en 1 goal. Op de bank zit ook nog Gennaro Gattuso. Ook nog een endgame icon. Naar mijn mening. Maar die past niet in het team nu. Dat is Food Burton icon natuurlijk. 19 gespeelde wedstrijden, 10 goals en 14 assists. Dan Alex Iwobi. Misschien wordt hij nog vervangen, misschien nog niet. Die heeft 21 wedstrijden gespeeld, 159 goals en 35 assists. 5-ster Skillmoose, 4-ster Wakkebeen. Dan heb ik Socrates, Vieira d'Oliveira, ofwel Socrates.
Prime Icon op de bank. 126 gematcht, gespeeld aan wedstrijden. 240 goals en 242 assists. En dan nog World Cup Icon Gary Lineker. 15 wedstrijden, 9 gescoorde doelpunten. Zoals dan Duff, zoals ik het al denk. En 9 assists. Mid Icon Ricardo Ejection dos Santos Leyta van KK. 109 gespeelde wedstrijden, 305 goals en 135 assists. En dat is zo'n beetje mijn bank. Ik heb nog in de club, ik weet niet wat ik daar nog heb steken. Ik denk dat ik niet veel meer heb steken. Met doen van de Icon. Ik heb nog Neymar, Son in de club steken. En dan gaat het zo'n beetje zijn dat ik nog in de club heb steken. Ja, Fofana. Madueke. Skriniar, Kvaratskhelia, Jordi Alba, Dries Mertens, Johan Jordan, Omlin, Carvajal, Sanoglu, Bastoni, Grealish, De Paul, Ajorca, Team of the Week, Angelino, Bauman, Haradeki, Marco Asensio. Dus ja, dat zijn allemaal spelers die ik nog in de club heb zitten. Ik zie wat ik nog van Gold Commons in de club heb zitten. Eentje. Letterlijk eentje. Omdat ik bezig ben geweest met een voltooien van 21. Luister goed, 21 trophy crafting upgrades. En daar heb ik al mijn non-rares ingeleverd. Dus ik zou nu eens terug moeten gaan beginnen recyclen en beginnen non-rares gaan craften. Voor nog een reeks van 21 trophy crafting upgrades te doen. Waarom? Heb ik er zelfs geen 22 gedaan? Ik weet het niet. Dat moet ik zien. Ik heb er 21 gedaan. Als ik er 30 heb gedaan, krijg ik Luis Hernandez, Base Icon. Waar heeft hij allemaal gespeeld? Cruz Azul. Eigenlijk niet in Europa gespeeld. Dus ja. En dan bij 40 completions krijg ik er toe 84 times flashback 84 plus. Dan Shevchenko. En dat is ook zijn base die dat je krijgt. Dat is Icon. Dat is ook een Icon. Die heeft wel in Europa gespeeld. Dat is een Oekraïner. Dan krijg ik nog Michael Ballack. Base Icon. Dus. Dan krijg ik nog een Base Barnes, geloof ik. Of is dat mid? Ik weet het niet. Ik denk dat dat mid is. Mid Barnes. Mid of Base. Dan denk ik, ik hoop echt dat ik aan die 100 completions ga geraken. Zeg dat nog 27 dagen. Misschien dat ik in die 27 dagen wel een. Zo'n SBC nog 79 keer kan doen, dus we zullen wel zien. Ik ben sowieso al Division Rivals aan het spelen. Ik ben nu rang 1. Current rank 1. Ik heb bijna een gold pack plus 2 rewards. Wat zijn de preview rewards? Ik kan sowieso proberen mijn Division Rivals nog te spelen. Hopelijk elke avond een potje of zo. Dan heb ik donderdagochtend ook nog mijn rewards dat ik kan open doen. Dus dat ga ik wel zien of ik dat ga doen. Ik ben ook bijna aan de 100.000 XP punten. Hoe ik dat gedaan heb, dat weet ik niet. Maar ik heb echt bij elk objectief gedaan. Ik moet nog 77 XP punten hebben. En dan ga ik voor, ik denk McTominay gaan. Scott McTominay, die. Ik denk dat hij wel decent in mijn. Op een bank kan passen. Dus
In mijn team past het sowieso niet, maar op een bank misschien wel. Misschien in de plek van Benzema of zo. Dan heb ik complete special cards op mijn bank staan. We zullen zien hoe of waar ik het ga doen. Ik ga nu vooral deze avond een beetje rusten. Rusten. En dan kom ik morgen vroeg bij jullie terug. Of morgenmiddag of wanneer ik Scott McTominay kan eruit spelen. Dat zullen waarschijnlijk nog twee potjes zijn dat ik in de ochtend of in de middag of avond moet spelen. En dan, ik denk dat ik dat in de vroege ochtend ga spelen. Die twee potjes. Dan heb ik nog Scott McTominay. En ja, let's go. Ik kan nu, zulke dame, een serietje kijken. Peaky Blinders. Eén of twee afleveringen, dus ja, let's go. Oké, boys and girls. We hebben dus het laatste potje gespeeld voor 100.000 punten te krijgen. Voor dus... Ja, 100.283 zitten we nu. Dus dan het laatste potje voor 100.000 punten te krijgen. En we gaan voor... Ik heb het misschien al gezegd in een vorige video. We gaan voor McTominay gaan. Scott McTominay, welkom in de club, bro. Komt hij uitgelopen of niet? Dat is de vraag. Hij komt uitgelopen. Nummertje 39. Scott McTominay. Welkom in de fucking club. Scott McTominay kan ook op CM. Maar niet dat ik die ga gebruiken. Gaat hier een SBC folder zijn. Maar normaal gezien hebben we nu ook nog de Division Rivals. Weekly. We gaan voor de twee keer gold pack. En twee small mixed players pack. Ja, we gaan voor die gaan. Dus we hebben twee keer gold pack en twee keer small mixed players pack. Kan iets goed in zitten, kan ook niks in zitten. We hebben al gezien dat er iets goed kan in zitten, we hebben ook gezien dat er niets kan in zitten. En we gaan eerst naar de small mixed players pack. Eén rare. Dus hier zit al geen walkout in, gewoon een rare center forward. Dat moet Caprari zijn, inderdaad. Lekker. Gewoon een goede folder voor. Ja. Hier zit ook weer een walkout in. Hier zit wel een Franse CDM in. Camara, inderdaad. Al die al dubbel? Nee. Dus dat is goed. Dat is een goede folder voor verschillende packs. Dan een gold pack. Kan ik goed in zitten. Ja, wel een walkout. What the fuck? Müller. Lekker. Walkout Müller. What the fuck? Die een walkout en een gold pack. Lekker. Lekker. En wat krijgen we nog? Nu krijg ik geen walkout. Een goalkeeper, dat is David Soria. En Witzel, Hawang en Shang, Klaasie. We krijgen 1k coins nog. We hebben nog normaal gezien nog een preview. Pekki. Wat krijgen we daaruit? Gewoon een non-rare. Je ziet welke SBC's dat eruit zijn, want ik heb sinds... gisteren geen... Het is sinds eergisteren geen FIFA meer gespeeld, dus... we gaan dus een 82 plus player pick proberen. Rare player is actually 11. Oh, dat heb ik waarschijnlijk wel. Dat moet exactly gold zijn, dus ja. Gavariol. Gold rare. High. No to high. Ik had er een Alexander Arnold ook nog in de club.
We gaan eens zo één player pick-up proberen. Eens zien wat we er gaan uitkrijgen. 1 van de 3. Oh, Ruben Diaz. Lekker. Lekker. Walkoutje uit de eerste player pick. Nu ook eens de 81 plus player pick-up proberen. Dat ben ik genoeg, denk ik. Moet er nog één rijder in steken. Een 81 plus player pick, zien wat daarin zit. Daar zit 82 Zlatan in. Lekker. Lekker, dat was ook weer. 83 plus maar 15, ja. Wauw. Dat ga ik niet doen. Dus ja, let's go. Oké, boys en girls, wij hebben dus. Het is dus vrijdag. Ja, hoe laat zou het zijn? 8:30 gepasseerd en ja, deze video wordt zondag geëindigd en dit is Trophy Titans Team 2 en we hebben dus een player pick. Ik heb dus een player pick voor jullie voltooid. Ik heb zelfs 3 objectives voltooid, ik weet niet wat. Dus een daily dip, goalkeeper, score 5 goals, oké. Ik heb er 24 gemaakt, dus dat maakt niet mee. Winning feeling, 11 goal player strike, oké, krijgen we ook. Maar hetgene waar ik echt voor wil gaan, waar staat hij hier? De player pick, daar kan echt van alles in zitten. Ik hoop dat daar iets goed in. Trophy Titan, Hero of Icon Loan. Dat is eigenlijk gewoon een loan player pick. En ik krijg R9 Loan. R9 Loan, bro! R9 Loan. Play 4. Play 4, win 2. Oké. Okay. Ah, ja, maar die win 2, dat is Trophy. Oei. Trophy Titans Cup, dan moet je winnen. Dus eigenlijk die play 1 is gewoon. Good game, dat is een eindig good game mode. Dus ja. Play 3 moet ik ook nog doen. En nu heb ik hier nog dus mijn packs, normaal gezien. Eerst gaan we naar de 11 gold players pack. En we krijgen gewoon een rare, een Nederlander, een center mid van AZ, Mazur. Dan Rebi, echt allemaal goede fodder voor die Trophy Titans upgrade of iets. Crafting upgrade. Hier krijg ik gewoon een rijruit, een borden. Oh, ik had weer de prank. Allee, de prank vorig jaar, Di Maria. Die dacht echt rechtwinger. Argentijns. En dan Juventus, maar ik dacht dat er PSG'ers zijn. Ja, ik heb nu Di Maria gepakt. Di Maria. De vrouw van Mario. Nee, de vrouw van Mario Di Maria. Daily Dip. Die hebben we morgen ook. En die kunnen we morgen ook uitspelen. Play 3 gaan we ook uitspelen morgen. Week 5 brons. Voor Champions hebben we niet gespeeld. Dus ja.
Squad Battles hebben we ook bijna in 40 gescoord, dus ja, dat is ook in orde. En dan hebben we echt alles al af, denk ik. Powershot English Player. Moet ik doen, Three Lions. Ik zou die Lampard inderdaad wel kunnen vrijspelen, maar dat wil ik niet. Ja. Ik hoop dat we Elite 3 halen dit weekend, maar dat gaat heel moeilijk worden. Maar het is in principe wel nog mogelijk. Als ik nog mijn 11 potjes speel, plus tegen het uiterlijk team van Veras Al-Burakan. Salam alaikum zeg ik dan, ja inderdaad, salam alaikum. Maar dit is een team, oh man, niet normaal. Courtois, goal, Mendy, Winter Wildcard, echt, what the fuck. Echt, what the fuck, wat voor een ideaal team heeft die gast? Echt, what the fuck. Dus ja, ik ga proberen dat te spelen en ja, let's go. Oké, boys en girls, wij hebben dus, het is dus vrijdag, ja, hoe laat zou het zijn? 8:30 gepasseerd en ja, deze video wordt zondag geëindigd. En dit is Trophy Titans Team 2. En we hebben dus een player pick. Ik heb dus een player pick voor jullie voltooid. Ik heb zelfs 3 objectives voltooid. Ik weet niet wat. Het is een daily dip. Goal fever. Scoort 5 goals. Oké. Ik heb er 24 gemaakt. Dus dat maakt niet mee. Winning feeling. 11 gold players pack. Oké. Dat krijgen we ook. Maar hetgene waar ik echt voor wil gaan. Waar staat hij hier? De player pick. Daar kan echt van alles in zitten. Ik hoop dat daar iets goed in. Trophy Titan, Hero of Icon Loan. Dat is eigenlijk gewoon een loan player pick. En ik krijg R9 Loan. R9 Loan, bro! R9 Loan. Play 4. Play 4, win 2. Oké. Okay. Ja, maar die win 2, dat is... Dat is Trophy... Oei. Trophy Titans Cup. Dan moet je winnen. Dus eigenlijk die play 1 is gewoon... Good game. Dat is ineindig good game mode. Dus ja. Play 3 moet ik ook... Ook nog doen. En nu heb ik hier nog dus mijn packs, normaal gezien. Eerst gaan we naar de 11 gold players pack. En we krijgen gewoon een rare, een Nederlander, een center mid van AZ, Mazur. Dan Rebi, echt allemaal goede fodder voor die Trophy Titans upgrade of iets. Crafting upgrade. Hier krijg ik gewoon een rare uit, een borden. Oh, ik had weer de prank. Allee, de prank vorig jaar, Di Maria. Die dacht echt rechtwinger. Argentijns. En dan Juventus, maar ik dacht dat er PSG'sen zijn. Ja, ik heb nu Di Maria gepakt. Di Maria. De vrouw van Mario. Nee, de vrouw van Mario, die Maria. Daily Dip. Die hebben we morgen ook. En die kunnen we morgen ook uitspelen. Play 3 gaan we ook uitspelen morgen. Week 5 brons. De Champions hebben we niet gespeeld, dus ja. Squad Battles hebben we ook bijna in 40 gescoord, dus ja. Dat is ook in orde. En dan hebben we echt alles al af, denk ik. Powershot English Player. Moet ik doen, Three Lions.
Ik zou die Lampard inderdaad wel kunnen vrijspelen, maar dat wil ik niet. Ja. Ik hoop dat we Elite 3 halen dit weekend, maar dat gaat heel moeilijk worden. Maar het is in principe wel nog mogelijk. Als ik nog mijn 11 potjes speel, plus tegen het uitgelegd team van Veras Al Buraikan. Salam alaikum zeg ik dan, ja inderdaad, salam alaikum. Maar dit is een team, oh man, niet normaal. Courtois goal, Mendy, Winter Wildcard, echt, what the fuck. Echt, what the fuck, wat voor een ideaal team heeft die gast. Echt, what the fuck. Dus ja, ik ga proberen dat uit te spelen en ja, let's go. Oké, boys en girls, we hebben de daily objectives voltooid en ook. En ook de Songkran Kit. Die gaan we eerst claimen. De Songkran Kit en. Nu gaan we de dingen claimen. De daily objectives. Ook al is daar niks meer te doen. Play 3, dat moet ik ook nog gaan doen. Die heb ik binnen, I don't know hoeveel. 5,75 plus een rare gold player spec en ja. Play 3 hebben we dan ook bij Big 5 brons. Ook al haalt dat niks meer uit. Dat heb ik toch alle geclaimd. Van season objectives. Dus ja, heb ik ook al alles geclaimd van season objectives. Carlos Alberto wil ik misschien nog gaan doen. Die pack wil ik misschien nog gaan doen, action pack. Ik hoop dat het niet weg is. Marky Matchups, ik krijg een Primal Players pack. Wil ik niet gaan doen, Marky Matchups deze week. OM Celebration Skits, sowieso. Dus ja. Nog heel wat te doen vandaag. Oké, boys en girls, we hebben het laatste potje voor, voor die drie wins te pakken. Allee, drie play 3. What the fuck, twee objectives voltooid. I don't know van wat. Daily Dip, lekker. Oké, die hebben we ook voltooid. En dan krijgen we nog een, wat is dat daar? Wat staat er hier? Week 3 brons hebben we ook voltooid. Dat boeit me nou gerecht. Ik weet dat week 3 brons voltooid is. Omdat we toch wel andere punten zitten dat we nodig hebben. 75, rare gold playerspec. Oké. Geen walkout, denk ik. En die, nee, Ultiman. Ik wil zeggen, Didi. Het is Ossiman. What the fuck? Saliba! Boga! Alejandro! Zie je dat je tradable? Nee, je bent een tradable, dan ga je de quick self pile in. Oké, we hebben de trophy crafting nog eens gedaan. 280 plus rare players. En we krijgen maar een 81 of 82 of 80 uit. We krijgen 82 Crocotali, what the fuck. En 80 Slager, what the fuck. Oké, boys en girls. Dit is zondag. Ik heb net training gehad. Dus nu gaan we eventjes onze rewards openen. Ik ga wel al een beetje Coca-Cola Zero Lemon drinken. Oeh, Michael Owen wil ik wel. Of Baresi. Of R9. Oké. Nu dat gebeurd is, drinken. Kunnen we onze
Spot wilt die wars gaan claimen. We zijn dus goud 1 geëindigd. Een Prime X Placepack, een Prime Electrum Placepack, een Jumbo Premium Goldpack en 8k coins. Echt niet decent voor wat ik gespeeld heb eigenlijk. Ik hoop gewoon dat we een walkoutje pakken met deze pack. Naar deze packs. Eerste Prime X Placepack. Let's go. Pak je gewoon een Rijruit, Brands, Striker. Goeiri, of hoe deed je dat? Brian Gielbergen en Costil. Sergi Gomez, Autonne. Montero Piccoli. Graves, Traoré, Hernandez en Maxim. Oké. De volgende Prime ligt in het Flashback. Dan krijgen we weer geen walkout uit. Weer een borden. Pasalic, gewoon een rare. Pasalic, Tavernier, Marega, Pablo Sarabia, Schmitz. Edward, Harry, Nietveld, Dune. Bruno Paas, Jansson en Gomis. En wat gaan we in de Jumbo Premium Goldpack krijgen? Hopelijk een walkoutje. Geen walkout. Dat is Gunther. What the fuck? Geen walkout in deze packs. Maar ja, kan gebeuren. We mogen niet klagen, want vorige week heb ik dus een eigen gepakt. En hier krijgen we wel een borden uit. Quadrado zelfs. Wow. 83 Quadrado. Zijn er nieuwe objectives dat ik kan doen? De Daily Dip, ja. Maar ik kan ook nog altijd die trophy crafting upgrade, ja. Rare players, dan kan ik gewoon Costil, centerback. Ruben Diaz ga ik niet leveren, Victor Diaz. Als we Fofana inleveren, hebben we direct onze rare te pakken. Linksback. Ja, fuck it, we gaan er gewoon een Gunther in leveren. Rightback, Smits. Rechtsmidden. We hebben iemand, dus we gaan zien. We gaan gewoon zoeken op Gold Common. Kan Former. Former 70 rated. Lekker. Shara. Killing Mira, Brian Gill. Striker, Gamero. Ah, maar mijn PC is aan het opstijgen. Up, en we hebben onze trophy crafting upgrade voltooid. Ik hoop dat we dat ik genoeg folder heb voor die 100 keer te doen. Oké. Dit is onze laatste pack van de video. De 280 plus rated rare players. En hopelijk krijgen we daar een walkoutje uit. Doen we niet. We krijgen gewoon een 81-20 rated. Dat is Malinowski. 81-20 rated. En Sebastien Haller. Dus nu ga ik door naar outro dealen. En ja, deze was zo'n beetje de video. De FIFA video. Oké, boys en girls. Hier zitten we dus. Video gehad. Geen goede packs gekregen uit mijn rewards eigenlijk. Maar toch wel een heel decent weekje gehad. Heel decent weekje gehad op FIFA. Vond het eigenlijk wel leuk om voor jullie dus die packs gewoon klaar te zetten. Ik heb een heel decent weekje gehad op FIFA en in real life ook. Dus ja, alles komt op zijn plooi op het einde van de week. En ja, we hebben dus heel wat goede spelers gepakt deze week. Denk maar aan Ruben Diaz en iets anders.
Dus ja, dat was zo'n beetje de video. Ik ga nu proberen wat FIFA te spelen. Waarschijnlijk ga ik dat niet doen en ga ik pas morgen spelen, maar ja, dit was zo'n beetje de FIFA video. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de FIFA video en dan zie ik jullie graag terug bij een nieuw FIFA video. Dat gaat over enkele weken zijn, denk ik, wanneer het Team of the Season in packs is. En dan ga ik meer en meer gaan beginnen FIFA spelen en SBC's doen en gewoon voor een Team of the Season zeker kunnen packen. En ja, dus als ik mijn moeder ben voor haar trouw, dat is ook in mei, is het sowieso nog altijd Team of the Season. Dus ga ik sowieso bij Team of the Season ook nog packs open doen. En ja, bij Team of the Season doe ik zeker packs open. En dan ga ik ook mijn MacBook meenemen, mijn capture card en een HDMI kabel, zodat ik wel kan blijven video's pompen voor jullie. Ook video's blijven maken voor jullie, dus ja, dat wordt heel leuk. Misschien ga ik ook daar een streampje doen op de zondag naar de Formule 1 race van Max Verstappen. En van de Formule 1 race eigenlijk gewoon in Azerbeidzjan. Daarna ga ik misschien nog wel een streampje doen. En ja, ik zie jullie guys graag terug bij mijn nieuwe video. En dat is nu vrijdag. Maar wat voor een video, dat weet ik niet. Nu is het een vrijdag video. Ja, ik ben zo'n beetje, dat is nu de vrijdag video. Dan zie ik jullie guys dinsdag terug bij vlog 3 of 74. Nog eventjes uitrekenen. Ik denk vlog 74 ondertussen. Dan zie ik jullie guys graag terug bij vlog 74. Nu dinsdag. Bye bye!